Brussel is de hoofdstad van het land, het centrum van Europa, maar ook een plaats waar veel muzikaal talent bij elkaar komt. Vandaag laten 11 jonge muziekgroepen het beste van zichzelf zien op de voorronde van Imagine. Ja, ik heb hier ondertussen een band te pakken gekregen. En willen jullie nu eens kort vertellen wie jullie allemaal zijn en wat jullie allemaal doen? Ik ben Sam Renison en het is mijn act en al deze guys zijn mijn band. Oké, en straks moeten jullie dus allemaal samen optreden. En wat zijn de verwachtingen? Hoge verwachtingen. Hoge verwachtingen. Ja. De eerste prijs? We gaan gewoon de eerste prijs vinden. Ermee uit gewoon. Ja. Naast mij zitten... David. En... Camille. En jullie zijn... Sigurdsson. Sigurdsson. En wat voor genre spelen jullie? Ik zou zeggen een beetje pop. Een rustige kant naar de kant van indie. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik stond met mijn band in de finale van Kunstbende samen met Camille. En ik zag Camille spelen. En ik had zoiets van... wow. En dan ben ik daar tegen beginnen praten en nu zitten we hier en nu heb ik die band verlaten ondertussen. Ja, ik zei na Sweet Salt en deze jonge mensen hebben 2 prijzen gewonnen. Hoe voelen jullie daarbij? Ja, super. En ja, we hadden eigenlijk helemaal niet gedacht dat we gingen winnen, omdat er zoveel goede kandidaten gewoon bij zaten. Dus het is echt, ja... Het kwam eigenlijk een beetje onverwacht. Dus is dat nog leuker als je dan helemaal niet hoopt dat je er gaat bij zijn. Dus ja, super. Kunnen jullie vertellen wat jullie precies gewonnen hebben? We hebben demotijd gewonnen voor een demo-opname. En we hebben een wildcard gekregen waarmee dat we dus nog kans maken voor naar de Vlaamse finale te gaan. Oké, bedankt. Veel succes. Ja, ik sta hier bij Sam en zijn band, de man rond wie het allemaal draait. Je bent gewonnen. En jij wist het gewoon. Dat klopt, ik wist het gewoon. En zie nu, zijn we gewonnen of niet? Ja, en wat gaat er allemaal door jou heen nu? Ik kan het niet echt goed bevatten, want ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen. Nee, ik had het echt niet gedacht. Maar jouw band wel, hè? Ja, zij wel. Maar gelukkig staan ze zo dicht bij mij, achter mij. En steunen ze mij altijd. Dus, maar ik ben echt super blij. Echt waar. Het is echt tof.